Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van In de Tuin bij Henk. Vandaag wil ik het met u hebben over de hibiscus. En dan de tuinhibiscus, of ook wel Althea-struik genoemd. Ik noem het eigenlijk gewoon Chinese roos. Heel erg familie van deze, de kamerplant. Daar heb ik een paar van staan. Maar in tegenstelling tot die Althea-struik, de tuinhibiscus, zijn die kamerplanten toch een stuk lastiger om te ontruiden. Niet in de laatste plaats, omdat ze eigenlijk niet zo van veranderingen houden. Ik bedoel, een klein beetje draaien met de pot of die mooie knoppen vallen er al af. Ze moeten ook niet echt in de ontzettende volle zon staan. Overwinteren, ook niet in een warme huiskamer. Ze kunnen, dat doe ik ieder jaar wel, vanaf mei gewoon in de tuin. Wel na de vorstperiode. Als er echt kans op dagvorst verdwenen is, kun je ze keurig in de tuin zetten. Hartstikke goed. Loop even mee naar de tuin, hibiscus. Hier heb ik er drie staan. Je ziet ze solitair, je ziet ze in groepjes. Ze hebben ze tegenwoordig ook op stam. Deze, u ziet het, hè, die kunnen wel 3,5 meter worden. En het zal je ook niet verbazen, Chinese roos komt oorspronkelijk uit Azië. Ja. Eigenlijk hoef je ze niet te snoeien. Maar ik vind dat eigenlijk wel een keer nodig, want u ziet het aan de onderkant. Nou, dat kan wel wat voller en wat compacter. En het is nu begin maart. Dat is een prima tijd om deze te snoeien. U ziet het, er zit nog nergens, er zitten wel knoppen aan zat. Dus dat staat op uitkomen. Maar het is nog niet zover. Als u overigens plannen hebt om te verplaatsen, is dat nu ook een hele goede tijd hoor. Dus maakt u daar dan ook van gebruik. Deze heeft blauwe bloemen en die bloeit echt ontzettend lang. Van juni tot oktober wel. En die heeft enorm veel bloemen. En dat moet ook wel. Want iedere bloem bloeit nou maximaal 2-3 dagen. Dus dan is het wel zaak dat het lang blijft bloeien. En het zijn echt prachtige blauwe bloemen met een roodachtige kern. De plaats waar de tuinhibiscus staat, het moet een beetje beschut zijn. U ziet het, daar staat hij ook een beetje beschut in de middagzon. De grondsoort, dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit als het maar niet te vochtig is. En denkt u eraan, het kan nog wel eens gebeuren, dat kan overigens ook gebeuren met de kamerplant, dat ze een kaliumtekort hebben. En dat laat zich dan zien doordat de bladeren dan geel worden. Zodra we straks klaar zijn met snoeien, heb ik hier wat kippenmestkorrels, kalium dus, dat gaan we erbij gooien en een klein beetje in de grond werken. Ik ga hem terugsnoeien tot ongeveer een derde eraf. Als u een struik heeft waarvan u zegt, nou, dat kan wel wat steviger, doet u dat dan niet in ene keer, maar verspreidt u dat over 2 jaar. Zodat u niet in ene keer, stelt u voor dat hij hem zo groot wil hebben, verspreid dat dan over 2 jaar. Dat is beter voor de struik. Die kan zich dan beter herstellen na 1 keer. Waarom snoeien we nu? Bij het snoeien is van belang te weten wanneer bloeit zo'n struik. Deze struik bloeit op het 1-jarig hout. Dus dat betekent dat waar nu de takken uitkomen, daar komen ook de bloemen aan. Dus dan is het handig om dan voor de bloei te snoeien. Als die op meerjarig hout bloeit, is het buitengewoon verstandig om na de bloei te snoeien. Dan heeft hij nog de gelegenheid om zich te herstellen in het najaar en weer nieuwe takken te vormen, waaruit dan volgend jaar weer zijscheuten komen waar de bloemen aankomen. Dus u moet goed weten, als u gaat snoeien en u heeft het over een bloeiende struik, wanneer bloeit die precies? Deze gaan we dus, zoals gezegd, tot ongeveer kijkhoogte gaan we terugsnoeien. Ik heb daar uiteraard mijn bekende tangetje bij de hand en we gaan aan de gang.
Ook de gewone takken, kleintjes doen we iets meer. Ook een derde eraf. Nou zijn deze takken, die zijn, nou ja, niet enorm dik. Maar als ik dikkere takken heb, van andere struiken. Ik heb een hakselaar in het hutje staan. En dan wil ik nog wel eens het door de hakselaar gooien. En dan verspreid ik de snippers gewoon heerlijk door de tuin heen. Ook een oplossing. Dan hoef je het niet allemaal weg te gooien in de container of wat dan ook. En dan geef je eigenlijk weer... gewoon iets natuurlijks terug aan de tuin en dat verdelgt vanzelf. Insecten die gaan het opeten of schuilen zich eronder, et cetera. Dus hier moet ik nog even kijken wat ik hier precies mee doe. Nou, het laatste, u ziet het klusje is op zich, is niet enorm veel werk. U moet ook een beetje lef hebben met snoeien. Nee, niet te lullig. Knip maar gewoon. En dan het laatste gaan we... een handje van die kippenmest erbij gooien en erin werken. Gewoon zo, een hand. Hup. En nog eentje. Zo. Goed spul, kippenmest. Gebruikt u het niet bij kamerplanten? Een kennis van mij heeft me dat een keer uitgelegd. Die had het bij een paar kamerplanten gedaan. Je hele huis gaat er dan stinken. Die doet dat niet. Doe het bij buitenplanten. Daar is het gewoon hartstikke goed voor, dit gedroogde spul. En we gaan zien hoe zich dit nu het komende voorjaar en straks natuurlijk tussen juni en oktober zijn vruchten gaat afwerpen door een rijk bloeiende tuin, hibiscus. Wat ik u nog rest te vertellen is dat het vermeerderen van de hibiscus, de gewone tuin of de kamerplant, die is te vermeerderen door stekjes. Je pakt gewoon een jong uitlopertje, snijdt het eraf in de aarde en er komt een nieuwe uit. Bij deze kunt u dat in principe ook doen, maar het kan ook. Nou heeft deze geen laaghangende takken. Het zou bijvoorbeeld kunnen door het afleggen van een tak. Ik heb u dat een aantal uitzendingen geleden bij de berbers laten zien. En op het moment dat het zover is, zal ik u het resultaat ook tonen. En dan legt u dus een laaghangende tak op de grond, dekt hem af en die gaat dan vanzelf wortelen. Nou, dat was hem weer. Aardig gewerkt vandaag. Ik hoop dat u wat aan mijn tips hebt gehad. En dat u de komende periode ook zo geniet van de tuinhibiscus of de Althea-struik of, ja, ik noem het maar gewoon de Chinese roos. Ook de kamerplant Chinese roos, een van de favorieten van mij. Zet hem vooral ook buiten en u zult zien hoe fijn hij dat vindt. Laat hem gewoon dan staan en doe dat zoals eerder gezegd in mei, als de kans op nachtvorst echt verkeken is. Leuk dat u weer keek. Word ook vooral even abonnee op mijn YouTube-kanaal. En ik zie u bij de volgende aflevering van In de Tuin bij Henk. Tot dan!